Ja, vrienden. Belangrijke dag vandaag, grote dag. Ja, net berichtje binnengekregen. Vandaag vaccinatie. Ja. En Jut is er ook blij mee. Kijk maar, ja, Jut ook. Duimpje omhoog. Ja. En dat gebeurt dan. Ja, let op. Op een verjaardag. Ja, even de piep. Hoera, ik ben vandaag jarig, vrienden, ja. 71, ik durf het bijna niet te zeggen. Oh, wat erg. Oh, wat oud. Met u zo alleen. Maar goed, luister. Ik ga daar naartoe. En want ik ga onmiddellijk die prik halen, want daar ben ik zo blij mee. Want, en dat wil ik ook zeggen tegen al die twijfelaars en al die mensen die daar heel raar over denken en vreemde ideeën hebben over het vaccineren. Vrienden, ga het alsjeblieft doen, net als ik. Want luister, het is niet alleen voor jezelf ter bescherming van die corona, maar ook voor anderen. Wat denk je daarvan? Dus aan twee kanten is dit een heel goed idee om het te doen. En daarbij kan ik je zeggen dat ik hier ook nog naartoe ga met een beetje de vibraties in mijn lichaam. Ik heb een beetje een verleden met allergie. Dus ja, ik kan dan zomaar ineens maar uit het niks kan ik een beetje dikke keel krijgen of een dikke tong. Ja, daar ben ik een beetje bang voor. Ja, en toch laat ik me daar niet door afschrikken. Nee, ik ga toch die injectie halen. Want ik weet zeker dat dat mij beschermt en anderen. Nou, of ik daar mag filmen binnen en of ik die injectie mag filmen, dat weet ik natuurlijk allemaal niet. Meestal mag dat niet in zo'n ziekenhuis. Oh nee, geen camera, zeg ik veel. Maar goed, ik ga er naartoe en ik hou jullie op de hoogte. Vrienden, daar gaan we dan, hè. Daar gaan we dan. Hier is het grote moment, hè. Daar komt hij aan, hè. Nou, here we go. Ja? Relax the arm. Oh, relax the arm. Here we go. Daar komt hij aan, hè. Daar komt hij, hoor. Up. Dat was het? Yes. Dat was alles. Jezus, is dat eventjes wat? Dat was echt helemaal niks. Nou, dat was poep en erin en eruit. Nou, ik heb hem binnen, jongens. Ja, dan zit ik hier in een wachtzaal. Hier, daar zit ik. Ja. Kijk. Buiten zitten ze ook te wachten. Kijk. Ja, ik moet hier 30 minuten, ja, ze hebben me hier apart gezet. Ik moet 30 minuten wachten. 30 minuten moet ik hier in die stoel blijven zitten. Om te kijken of ik een allergische reactie heb. Ja, vrienden, ik zit hier nu al een kwartier. En ik moet zeggen, het gaat vrij goed. Ja, ik merk nog helemaal niks. Dus hey, voorlopig is hij zo. Nog een kwartiertje volhouden en dan ben ik hier weg. Oké. Here we go. Goeie. Bye-bye. Hi. Bye-bye. Nou, ik mag weer naar buiten. Ik mag weer naar buiten. Het is afgelopen. Het is klaar. Kijk maar. Ja, hier. En helemaal niks aan het handje. Zo, mondkapje. Hehe. Nou, klaar. Zo. Ja. Hé, hey, hiepe de pip. Gefeliciteerd, lieve schat. Hoera. Ja, gefeliciteerd, ja. Met zeker. De vaccinatie. Oh, met de vaccinatie. En verjaardag. Dankjewel, ja, verjaardag ook. Vrienden, als je nou nog twijfelt, hè. Jongens, doe het nou niet. Gewoon doen, want je ziet het. Het is gewoon veilig en safe. Pak die vaccinatie en hup, weg met die corona. Dat is dan gelijk een hele rare droom en een hele vreemde herinnering. Meer niet. Nou, ik ben dolblij, hoor, met deze injectie. Ja, wat een verjaardagscadeau, zeg.